Het is vandaag 11 november 2018 en het is precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog, ook wel Grote Oorlog, stopte. En wij gaan vragen aan de mensen in winkelcentrum Leidsehagen wat ze ervan af weten. Mag ik jou het vragen? Ja, wat weet jij van de Eerste Wereldoorlog? Dat ze in ieder geval heel veel gevaarlijke wapens in gebruik gingen nemen. Ik heb hem zelf niet meegemaakt, maar ik heb er veel over gelezen. En zoals? Zoals hoeveel mensen dat er overleden zijn en dat er een hele bloedige oorlog was. Het is echt tegenover elkaar. Dat ze zo'n beetje een hele klein greppeltje tegenover elkaar zaten om elkaar eigenlijk, ja, wie het eerste schiet, die heeft gewonnen. Nou, dat het de meest verschrikkelijke oorlog was wat die ooit geweest is. En er zijn veel mensen gesneuveld en ook doodgegaan in de Eerste Wereldoorlog? Buitengewoon. 10 miljoen soldaten, dat las ik, plus 8 miljoen burgers, plus ik geloof al 20 miljoen die gewonden, ook zwaar gewonden, heel veel geamputeerde benen, armen, nou, je moet er niet aan denken. Het is een oorlog is begonnen toen Frans Ferdinand werd vermoord in voormalig Bosnië. En Bosnië werd toen ook beschermd door Duitsland. En zo is het begonnen. Dat hij begon met een aanslag in Sarajevo op de groothertog van en de troonopvolger van de keizer van Oostenrijk. Waardoor daar een geschil ontbrandde en dat vervolgens een heidebrand is uitgezaaid naar allerlei landen daaromheen. Vooral in Europa. Maar niet alleen, want de Verenigde Staten hebben zich ook gevoegd en Australiërs hebben zich gevoegd, et cetera. Dus uiteindelijk werd het een gigantische wereldbrand. En als ik nou zeg Eerste Wereldoorlog, want bij de Tweede Wereldoorlog denken wij het Jodendom en de ster en voedselbronnen. Een paar kernwoorden bij de Eerste Wereldoorlog. Dat had niks met Joden te maken of met andere slag. Het was zuiver dat die Duitsers, die wou ze even gebied verbreiden. Het is een conflict geweest en toen begon de oorlog met de Pruisen. Eigenlijk met het vermoorden van de keizer. En toen is de oorlog begonnen. Het vermoorden van de troonopvolger en die heette? Ja, keizer Jozef. Frans Ferdinand. Oh, Ferdinand. Frans Ferdinand, die knippen we eruit. Ik denk de neutrale positie van Nederland. En even noem ik weer heel ver terug. Frans Ferdinand, ja? Dat wat? Wat was er mee? Volgens mij was die vermoord of zoiets, maar is niet echt leuk. Het was een volledige loopgravenoorlog. Dus een 100 meter treinwinst en de andere dag terugtrekken. Onder enorme verliezen. Wij hebben er minder last van gehad. Sterker nog, Nederland heeft op een zekere hoogte geprofiteerd daarvan. Omdat wij een neutraal land waren, konden bepaalde dingen toch weer doorgaan. Als het maar via Nederland gebeurde, ja? Omdat het in de oorlogsvoerende landen niet zo kon. En dat is vaak verborgen gebleven, het feit dat het economisch niet alleen maar nadelig was voor Nederland. Weet je iets te vertellen over de betrokkenheid van Nederland in de Eerste Wereldoorlog? Nou, als het goed was, boden wij aan heel veel vluchtelingen onderdak. Dat is één, denk ik. Wat weer iets minder is, is dat we in Urk ook heel veel, ja, er zaten heel veel mensen gevangen ook. En toen kwamen er 1 miljoen Belgen, vluchtelingen. Waar de vluchtelingen nu niks meer zijn, maar 1 miljoen Belgen. Dus u weet ook dat er veel vluchtelingen waren in Nederland? Nou ja, Belgen, maar die zijn allemaal teruggegaan. Nederland was niet betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Dat komt dat het in Nederland had bewust gekozen om zeer afzijdig te houden. Nederland deed er niet mee. En het was ook niet de bedoeling dat België ook mee zouden doen. Maar België had geen keus, want Duitsland viel België aan. En België zat tussen Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Ik denk dus dat Nederland er wel aan verdiend heeft. En met name dacht ik Fokker. Die kwam uit Duitsland vandaan en heeft hier in Nederland zijn vliegtuigen gebouwd, maar die werden wel doorverkocht in Duitsland. In de Eerste Wereldoorlog is er ook iets met wapens aan de hand. Kan je vertellen wat? Ja, het werd voor het eerst zware wapens zoals de mitrailleurs en tanks gebruikt. Het was de tijd van de mitrailleurs, hè? Die waren in opkoop en tanks. Dat was eigenlijk, en de kanonnen, de artillerie.
allerlei wapens die tot dan toe uitgeprobeerd waren in conflicten. Of wapens die er wel waren, maar waarvan men zich afvroeg wat ze konden betekenen. Die werden opeens, juist omdat die oorlog zo lang duurde en dat het evenwicht op het slagveld eigenlijk jarenlang zich uitstrekte. Zonder dat er een eindoplossing kwam of een eindoverwinning. Zijn dus allerlei wapens ingezet. Soldaten op paarden die het slagveld opreden, zal ik maar zeggen. Dat bestond nog in 1914. Ja, en tegelijkertijd bestonden er dus ook machinegeweren die paarden zo onder die mannen en de mannen erop konden wegmaaien van grote afstand en met tientallen tegelijk. Hoofdzakelijk hebben ze gewerkt met geweren met bajonetten erop en ook met gas en met brandbommen. En er zijn ook mensen doodgegaan in de loopgraven, heb ik gelezen? Ja, die zijn doodgestoken of met brandbommen zijn ze erin gegaan. Ja. Daar zijn eigenlijk de meeste slachtoffers mee gekomen. Met kerst, en ik geloof dat het was in 1916... Er kwamen uit beide loopgraven, daar kwamen de militairen en die gingen daar Vrede op aarde zingen. Gingen ze eventueel weer terug in de loopgraven, gingen ze elkaar weer beschieten. En zeiden, wat een waanzin, dat waren daar precies dezelfde soort mensen. Ik heb ze trouwens in de Tweede Wereldoorlog ook meegemaakt. Die Duitse soldaten, ja, die moest je dan eigenlijk... Dat waren de vijanden. Maar als je ermee ging praten, nou dan bleken dat gewone jongens te zijn zoals wij ook waren. Zijn er veel mensen gesneuveld? 10 miljoen soldaten, als ik het goed heb. En 1,8 miljoen burgers. Precies. Heeft u een documentaire gekeken of wist u dit al? Ik heb het onlangs gelezen, nog eens allemaal nagelezen. Ja. Waarom weet u dit allemaal? Omdat ik lange tijd daarin geïnteresseerd ben en omdat ik vanuit mijn vak, ik ben psycholoog, me ook steeds bezig heb gehouden met de vraag, wat heeft ons wereldbeeld, ons mensbeeld veranderd door de ervaringen in die Eerste en met name in die Tweede, maar vooral ook die Eerste Wereldoorlog. Een van de grote psychologen van die tijd, Sigmund Freud, die had voor de Eerste Wereldoorlog een heel optimistisch mensbeeld. Ja? Zeg maar, ons gedrag wordt belangrijke mate bepaald door een positieve levenskracht die hij libido noemde. Maar op grond van zijn ervaringen als Oostenrijker en als man die allerlei mensen terug zag keren van de slagvelden die vreselijk getraumatiseerd waren en die de slachtoffer waren geweest van de meest vreselijke agressie, trok hij de conclusie dat die theorie niet klopte. Dat er weliswaar een scheppende kracht in mensen huist, maar ook een vernietigingskracht, die hij dan Thanatos noemde. Dus de levenskracht was Eros, maar hij ontdekte dat, dat mensen ook een oprechte, gedreven, zuivere drift hebben om andere mensen te vernietigen. Maar dat was natuurlijk geen populaire aanname, geen populaire theorie. Tot op de dag van vandaag wordt hij nog ontkend. Wij geloven nog steeds niet. Wij geloven dat mensen gedreven worden door liefde. En Freud zei, nee. Dat is ook een andere kant. Ze worden ook gedreven door haat. Ja. En onze grootste opdracht is mensen, hoe gek het ook klinkt, op een wijze manier leren haten.